triage. En wat houdt dat precies in? Dat is een goede vraag. Bij code zwart dan krijg je triage. Wat gebeurt er dan? Is dat rood? Wat? Hè? Soms denk je van, wow, de draad ben ik kwijt. Dan denk je, hè, en dan zie je de dingen allemaal even niet meer scherp. Daarom is het nu dus de hoogste tijd voor een heel simpel liedje. Over een best wel ingewikkeld onderwerp, de triage in 1 minuut. Here we go. Bij code zwart volgt er dus een triage. En dan treedt de arts op als de arbitrage. Die zegt, jij hebt medisch voldoende bagage. En jij niet helaas, jij bent even het haasje. Punt 1 van het draaiboek van die ballotage. Wie kort blijft mag eerst naar de IC-etage. Dus eerst mag de eikel met een hoog promillage. Daarna pas de blijvende hartkleplekkage. Punt 2 van patiënten van diverse pluimage. Krijgt zorgpersoneel als allereerste een plaatje. Punt 3 is de leeftijd bij volle occasie. Je hebt een beter slaagspercentage met een beetje ouder iemand naast je. Punt 4 bij een echt identieke rapportage. Dan wordt er geloot in een ziekenhuisbarage. Loten dus maar hoe wat poten wordt een ravage. En steenpapierschade wordt ook een blamage. That's it, maar ja, je mist nog één passage. En dus sint een vraag mogen bij de triage. Vaccin weigeraadjes door hun sabotage. Als laatste een plaatje. Dank u Sinterklaasje.